Regio Rivierenland heeft de grote dagattracties nodig om het gebied een forse economische impuls te geven. Het toeristische project Fruitrijk moet binnen een aantal jaren tenminste 350.000 bezoekers aan het gebied trekken. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs werd afgerond. Het concept Fruitrijk staat voor het idee om een dagattractie en belevingscentrum rond het thema fruit te ontwikkelen. Aan directe omzet moet Fruitrijk jaarlijks 7,5 miljoen euro opleveren. De entree zal gratis zijn en de inkomsten moeten komen uit de horeca en verkoop van streekproducten. Twee mogelijke plaatsen waar het park zou moeten komen is bij Deil of de Bijlwerd bij Tiel.